Ik zat lekker heerlijk voetbal te kijken met Rick samen, Nederland, Spanje. En even lezen kletsen en bij de groep geweest lekker mijn koffie te drinken. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Van Pat, zoals iedereen weet. En ik hoorde ineens bad. Ik ga maar doorgaan. Zo, zet ik hem even uit. Ik weet niet waarom nog gaan. En ik ga dan even nog even haren kammen. Moet ook gebeuren. Oh, ik heb vallen. Oh, wat een dag gisteren zeg. Ik heb genoten gisteren. Ik hoop dat jullie ook al genoten hebben gisteren. Die hebben gekeken. Heb je niet gekeken? Nogmaals, ik kan hier beneden in de beschrijving kan dat terug worden gekeken. Maar ik vond het wel ongelooflijk mooie avond. Ik heb er wel van genoten, om zo te zeggen. Ja, oh. Maar dit is niet anders. Moeten we er wel van maken. En dan gaan we lekker even een bakje koffie zetten. En kan jij nu eten geven? Want hij zit al te springen om te eten. Namelijk. Kijk, hij zit al lekker smullen. Ik ga dan ook even lekker een nieuw bakje koffie maken. En dan kan ik even lekker wakker worden. In ieder geval deze voor mijn ogen ook. Zo, goedemorgen, 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 zonneschijn. Ah, heel donker nog. Oh, wat mistig. Oh, dat wordt eigenlijk koud. Ik krijg nu al rillingen van de kou. Oh, nee, ik zit er helemaal niet op te wachten door de kou. Dat ik door de kou loop. Bah, nee. Maar nou even lekker koek koffie drinken. En lekker bijkomen om wakker te worden. Zo, ik ben een beetje bijgekomen. En ik heb zo veel likes gehad. Ik wil iedereen bedanken. Ik bedoel, in ieder geval echt een speciaal medehoord. Het is echt een gaaf aan het worden. Maar het was het. En nou is het einde van speciaal medehoord. Die heb je helemaal niet dichtgezeten, joh. What the fuck? Oké. Okay. Even kijken naar mijn deur. Daar is het, die is nou droog gelukkig. Maar het is zo niet te doen nog. Maar ik ga nu wat ik nu ga doen is even lekker dadelijk even naar de supermarkt. En net lekker gewerkt. Wat een dag was het. Was te doen in ieder geval. Ik ga nu even maar even dadelijk even eten halen voor vanmiddag. Want ja, ik heb wel brood, maar ik ga even vanmiddag eten halen, denk ik. Maar ik ga nog even kijken. En, we gaan voor de rest zien wat we gaan doen in ieder geval. Dus. Ja, en lekkere video's bekeken van Special Media Award. Even terug zitten kijken. Voor de deelnemers zeggen, video's zitten kijken. Ik wil een dikke shout-out geven aan Dion, Romy en in ieder geval alle winnaars nogmaals. Wat nu eigenlijk natuurlijk ook wel belangrijk is, als ik mijn camera even scherp wil stellen. Wat ook belangrijk is natuurlijk, dat even wasje gedaan wordt. Dus dat ga ik ook nu doen. Maar ik zit alleen te twijfelen, eigenlijk. Of ik de handdoeken zou doen, of eigenlijk de bedlakens. Ik denk de bedlakens, want wat is daar de reden daarvan? Je moet dat eigenlijk zo bedenken. Soms is het handig, wat is er veel en waar heb je weinig van? Nou, één, handdoek heb ik niet zoveel van. Er zit eentje daar te krabben. Kan je? Zit helemaal op die mat te krabben daar zo. Ja, ik heb wel voor jou. Maar en zo ga ik altijd kijken en ik ga nu ook over de show kijken. Bedlakens is eigenlijk officieel niet nodig als je zo zit te bedenken. Onderbroek ook, ondergoed ook niet. Dus ik denk sowieso bedlakens als laatste. Want dat is niet zoveel heel erg belangrijk. Dus ik ga lekker nu de kleren wassen. En dan daarna bedlakens. Doe ik wel als laatste. Allemaal sokken. Oh. Ik heb hem al eens gehad. Gewoon een ziek ben of ziek allemaal uit te ruimen. Pak ik per ongeluk onderbroeken mee of sokken of wat andere dingen. Denk van waarom? Zo. Even een knieën ervoor. Ah, die ook nog. Grappig. Oh, allemaal uit. Even. Werkshirt even apart ook. Allemaal zoeken. Dus het kan af en toe wel vervelend zijn namelijk, vind ik. Maar ik ben nu een beetje aan het uitruimen daarvoor. Onderbroekjes ook wel best nodig, zie ik nu. Ondergoed en zo. Daar heb ik ook heel veel van. Merk ik. Dus dat gaan we ook, denk ik, wel gebeuren. Dus ik ga denk kleren doen.
En ondergoeten. Moet ook maar weer. En bedlakens kan er nog mee wachten. Dus hier gewoon stop ik terug in haar mand met deze Vink shirt. Shout out naar de Vink Instagram account. Volg je die niet? Zou het zo tof zijn als je even checkt. Vink leuke shirt. Zou het tof zijn als je die koopt, want het gaat naar een goed doel. Voor mensen die Parkinson hebben. Dus het zou heel mooi zijn als jullie aan mij helpen. Ik verpleeg je niet, maar het zou mooi zijn als jullie ermee helpen. Want er gaat ook een mooi klein mini bedragje naar goed doel van Parkinson. Eerst was je erin. En ik zie dat het een beetje donker aan het worden is. Dus wat we gaan doen is, laten we een lichtje aanzetten. Misschien deze ook. Ik vind alleen, trouwens deze vind ik wel een beetje letterlijk te veel. Maar ja, maakt niet uit, kan gebeuren. Ik zat lekker heerlijk voetbal te kijken met Rick samen. Nederland, Spanje. En even deze kletsen. En bij de groep geweest, lekker mijn koffie te drinken. Maar er is ook tijd voor slapen. En ik ben bang dat deze bloem kapot doodgaat. Er is helemaal niks meer. Maar ja. Zonde, jammer. Maar ja, dat had ik van mezelf al verwacht. Want bij mij gaan de bloemen altijd dood. Maar ik vind het wel jammer. En dat is gebeurd. Die hangt er lekker weer bij. En ik ga zitten toch even te denken. Het is al bijna 11 uur. Ik ga lekker mijn bedje opzoeken. Misschien dat ik dan in bed even nog een beetje YouTube ga kijken. En dan ga ik klaarmaken om lekker te slapen. Dus ik ga even alles dicht doen. En dan ja, morgen weer een dag. Morgen vroeg op natuurlijk. Dus vandaar dat ik de laatste tijd gewoon ook vroeg naar bed ga. En ze tussendoor even goed controleren of de gewondheid nog goed gaat. Want het is altijd daar puzzelen namelijk. Dus moet ik dat goed geregeld hebben. En dan ga ik nu lekker klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je meteen abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers een groene heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik ben even aan werk geweest, op de computer net klaar. Maar het is even lekker tijd voor een heerlijke sappige bak koffie. Ik heb er zoveel trek in namelijk. Ik kan er niet op wachten. Een heerlijke prachtig weer. En ik kan net mijn lijnen ook dicht doen.